Welkom Schorpioen bij jullie weekreading voor de week van 6 tot en met 12 februari. Dit is voor iedereen die Schorpioen in zijn zon, maan of ascendant heeft. En het kan en zal helaas niet voor iedere Schorpioen passend zijn. Ik zie de keizerin tevoorschijn komen. Schorpioen, je kunt te maken hebben met een stier of met een weegschaal. We gaan kijken wat de belangrijkste boodschap is voor de komende week. 3 kaarten universum voor het sterrenbeeld Schorpioen voor 6 tot en met 12 februari. Ja. Staven 3. Wachten tot je schepen binnenkomen. Vuurenergie. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Schorpioen? Dit is jullie eerste kaart. De staven 3. Iemand die kijkt naar de toekomst. Maar een energie van wachten. Dat kan te maken hebben met een nieuwe relatie. Of een nieuw begin. Wat je heel erg gelukkig maakt. Met de aas van kelken. Het kan zijn dat je wacht op iemand vanuit het buitenland, Schorpioen, met de staven 3. En dan hebben we een kaart van geduld, de gematigheid, boogschutterenergie. En de kelken 9, een energie van vreugde, dankbaarheid. Je goed in je vel voelen, genieten van het moment, genieten van de dag. Voor sommigen van, dit, van jullie kan dit te maken hebben met jezelf inhouden als het gaat om drinken van alcohol bijvoorbeeld. Met al die kelken wat we hier hebben en de gematigheid. Dit is een kaart van goed voor je lichaam zorgen. Je lichaam is de tempel van God of datgene waar je ook in gelooft. En het is nodig om goed te zorgen om balans te houden. En de kelken 9 kan ook een energie zijn van feest vieren, een drankje drinken. Ja, genieten van de dag. En het kan zijn dat je na aan het denken bent over de toekomst, Schorpioen, de komende week. Met de staven 3, dit is nadenken over de toekomst. En dit heeft te maken met uitbreiding. Staven 3. Waarom ligt hier de staven 3 voor Schorpioen? En weer een kaart van balans. Balans vinden, maar ook een kaart van eerlijkheid. Eerlijk zijn naar jezelf en assertief durven zijn. Dus de controle nemen, actie durven ondernemen. Een kaart van gelijkwaardigheid. Eerlijk zijn van mezelf, naar jezelf. Wat maakt mij gelukkig met die kelkenaas? Nog een kaart voor de staven 3 van Schorpioen. Staven 3. Staven 3. Je hebt misschien een situatie ook. Een situatie die niet in balans was, niet willen zien. Ja, we hebben nog meer kelken hier. Kelken 7, een kaart van opties. Een situatie niet helder zien. Illusies. Niet eerlijk zijn naar jezelf, heb ik het gevoel. En je bent nu aan het kijken van, ja, wat heeft me dit opgeleverd voor de lange termijn? En je bent plannen aan het maken. En een situatie die je niet langer vervult. En weer kelken, de kelken 8, ga je achter je laten. Met de kelken 8. Je maakt plannen voor de toekomst. Iets wat je meer geluk gaat brengen. Ja. We hebben hier pijn, verdriet, een gebroken hart met de zware 3. Maar ook een kaart van persoonlijke groei en het verleden achter je laten. De tijd heelt alle wonden. Eerlijk zijn naar jezelf. Waarom ligt hier de kelken aas voor Schorpioen? Koning van Staven. Ramleeuw boogschutter. Een sterk boogschutter energie. En we hebben heel sterk weegschaal energie. Je kunt te maken hebben dus met een ramleeuw boogschutter. Maar we hebben de zwaarde 7, een kaart van list, bedrog, geheimen, dingen die er achter de rug om gebeuren. Dit kan ook een kaart zijn van zelfsabotage, koning van staven, iemand die heel erg gepassioneerd is. En we hebben een koningin van staven. Dus het kan te maken hebben met een relatie. Je moet misschien iets achter je laten. Een bepaalde manier van leven. En dat kan te maken hebben met uitgaan. Genieten van het single leven met de kelken 9.
Waarom ligt hier die zware 7? De schorpioen. De zware 7. Je beseft dat een bepaalde situatie je niet gelukkig maakt. Het maakt je verdrietig, het maakt je teleurgesteld. En dat ga je achter je laten. Je bent je mogelijkheden aan het overdenken en plannen aan het maken. Om balans te vinden. En eerlijk zijn naar jezelf. Waarom ligt hier de zware 7 voor schorpioen? De zware 7. Universum, waarom ligt hier de zware 7? Dat zijn er wel... Oh, dat zijn er 2. Oeh, de zware 5, ja. De zware 5 die de zware 7 verklaart. Een verlies. Een situatie die verloren is. En waarbij eigenlijk niet echt een winnaar is. Teleurstelling vanuit beide zijden. Iemand die, waarmee een conflict is. Iemand waar je niet mee op één lijn zit. Iemand die je... oneerlijk behandeld heeft. Het kan staan voor oneerlijkheid, die zware 5. Dingen die achter de rug gebeuren met de zware 7. Pentakels 4. Je hart beschermen. Maar ook vasthouden aan een situatie. Koningin van Staven. Er is een hele sterke fysieke aantrekkingskracht. Heel veel passie. Je kunt zelf vuurenergie hebben. Dus ramleeuw boogschutter. Dit kan iemand zijn die je bedrogen heeft. In het verleden. Want we hebben hier de staven, de zwaarden 3. En we hebben de koningin van Staven. De meest sexy koningin. Iemand die op een natuurlijke manier mensen aantrekt. En dit kan ik, zie ik dan ook altijd als... Dit kan ook een derde persoon zijn. Iemand die heel zelfverzekerd is. Heel spontaan is. Iemand die voor de volle procent... 100% ergens voor gaat. Waarom ligt hier de gematigheid? De gematigheid. De schorpioen. Staven 10. Lasten op je schouders meedragen. Een bepaalde situatie zorgt voor een hele hoop stress, een hele hoop last, wellicht een hele hoop verantwoordelijkheid. Een hele hoop spanning. En dat kan te maken hebben met iemand... weer een boogschutter hier. Boogschutterenergie is heel sterk. Iemand waar je niet op kan bouwen. Iemand die in en uit je leven is. Nog een kaart voor de kelken 9 alsjeblieft. De kelken 9. En het is nodig om balans te vinden in de... situatie om te healen van een situatie waarin je lange tijd hebt gezeten met de staven 10. Dit kan ook staan voor een burn-out. Zeker met die gematigheid kaart. Werken aan je gezondheid, zodat je je weer beter in je vel voelt. Iets achter je laten wat niet goed voor je is. Wat pijn, verdriet, teleurstelling heeft opgeleverd. Eerlijk zijn naar jezelf, ja. Kelke 9, de kluizenaar. Dit is iemand die doet soul searchen. Iemand die zich in zichzelf keert. Zijn diepste angsten onder ogen durft te zien. Datgene wat je niet wil zien, waar je niet aan wil. Wat je probeert te vermijden. Aankijken met de kluizenaar. En dit zijn 2 kaarten van healing ook. De kluizenaar en de gematigheid. Kluizenaar is maagdenergie. En we hebben hier de kelken 5. Je kunt een bepaald schuldgevoel hebben. En dit kan ook een schuldgevoel zijn naar iemand toe. Schorpioen, voor sommigen van jullie, voor een kleine groep, kan het zo zijn dat jij je schuldig voelt over hoe je je gedragen hebt in het verleden. Met die zwaarde 7 en de zwaarde 5. Het kan zijn dat je...
ja, iemand hebt bedrogen of belogen of geheimen hebt gehouden. Je gedragen hebt als zijnde single. Een bepaalde manier van leven had. Waar je nu spijt van hebt. Waar je nu van denkt, het levert me niet op voor de lange termijn, voor de toekomst. En ik wil balans brengen in de situatie met de gerechtigheid en de gematigheid. Ik wil het kalmer aan gaan doen met de gematigheid kaart. En je hebt er spijt van, je voelt je niet lekker. En je bent aan jezelf aan het werken met die kluizenaar. Wat is het wat ik echt wil? Wat is het wat ik voel? Ja, en je wil je weer lekker voelen met de kelken 9. Innerlijk conflict. Oordeel, terugkijken naar het verleden. En voor sommigen van jullie wil je graag die kelken aas aanbieden. Aan iemand waarvan je het gevoel hebt, deze persoon kan ik niet loslaten. Dit is mijn, dit is mijn man of vrouw. Want we hebben de koning en de koningin van staven hier liggen. Dus je kunt te maken hebben met een vuurteken. Iemand waar je heel veel passie voor voelt. En iemand die je niet los kan laten met de pentakels 4. Dus kijk hoe het resoneert. Dit is jullie boodschap voor de komende week. Als het resoneert, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat leuk vinden. Druk op de bel, dan kun je zien wanneer ik een volgende reading post. En een hele mooie week wens ik jullie toe. Dag schorpioen!